Hallo, groep 4. Sorry voor de onderbreking, maar mijn telefoon was weer leeg. En ondanks dat hij aan de aansluiter zat, heb ik hem toch uitgeschakeld. Dus ik zal even de laatste kaart surrender to success. Dat is, je bent klaar om overvloed te ervaren. Kijk niet terug naar eerdere wegversperringen of moeilijkheden. Spring in een opwindende nieuwe wereld van mogelijkheden. Hier staat prestaties. Neem de tijd om na te denken over wat je tot nu toe hebt bereikt. Het is vaak makkelijker om te vergeten waar je bent begonnen en hoe ver je al bent gekomen. Erken de bijzondere reis die in je leven is en wees er dankbaar voor. Ja, want je hebt veel gepresteerd en wees dankbaar wat je voor hebt bereikt, ook al was het moeilijk. Maar je bent ver gekomen, je bent gegroeid. Het is een moeilijke reis. En misschien is die reis nog niet afgelopen, maar hier staat, we omgeven je met het genezende licht van de amethyst. Haal diep adem en adem dit prachtige violette licht in. Voel hoe je onrust wegsmelt. Er is niets om bang voor te zijn, er is alleen liefde. Dus ja, amethyst is goed voor de om rustig te worden. En adem dan het violette licht van de amethyst in. Dat is een paarsig steen, hè. En dan schijnt dat je er ook goed van kan slapen als je die amethyst bij je neemt in bed. Dus oké. Nou, dit was nummer 4. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En geef me een like als je het leuk vond. Tot ziens. Doei, fijne dag.